Goedemiddag. Als u mij dat permitteert dat ik het zo zeg, dan is eigenlijk de hele dag tot nu toe zijn de voorgerechtjes. En komt nu het hoofdgerecht, hè, waarom dat we hier samen zitten. Namelijk de reacties van de sociale partners op alles wat er vandaag aan bod is gekomen en besproken is. We zijn dus heel erg blij om hier vandaag vertegenwoordigers van de Werkgeversbank en de Werknemersbank bij ons te hebben. Er zijn heel veel vragen mogelijk over de thema's die vandaag aan bod gekomen zijn. Dus we hebben een beetje gekozen om drie thema's naar voren te schuiven en op elk van de thema's telkens één persoon van de werkgeverszijde en één persoon van de werknemerszijde aan het woord te laten. Maar mocht er wat ruimte zijn en mochten er mensen zijn die heel graag op een element tussenkomen, dan kan dat natuurlijk. Dan stel ik voor dat we er aan beginnen. En dan mag ik u in eerste instantie Raf de Weert voorstellen van het ABVV. En hij zou het thema arbeidstijd in de brede betekenis van dat woord voor zijn rekening nemen. En dus mijn vraag aan u, Raf, is er jou vandaag iets bijzonders opgevallen? Heb je iets gehoord waarvan je denkt, oké, daar moeten we mee aan de slag? Zijn er misschien dingen geweest die niet gezegd zijn? En wat zien de werknemerszijde als de grootste uitdagingen op het vlak van arbeidstijd en gendergelijkheid op de arbeidsmarkt? Dank je wel, Lisbeth. Ook bedankt voor de uitnodiging en ook dank voor de interessante dag die we tot nu toe gehad hebben. Ik wil vooraf, voor alleer ik inga op de vraag die je gesteld hebt, toch ook aangeven dat voor ons het internationale aspect dat hier vandaag ook aan bod is gekomen, ook zeer belangrijk is. Want we hebben soms vaak de neiging om onze Belgische situatie te bekijken. Maar ik vind het toch ook zeer interessant dat jullie dat Europese perspectief, maar ook het mondiale perspectief hier vandaag belicht hebben. En dat zijn ook materies waar we zelf mee bezig zijn, natuurlijk. Het is natuurlijk, als je dat op mondiaal, op wereldvlak bekijkt, dan kan je zeggen, en zelfs ook Europees, dat we het hier in België niet zo slecht doen als we naar de situatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt kijken. Maar er is ook hier nog wel wat werk aan de winkel. En in die zin hebben wij toch wel voorstellen die volgens ons tegemoet kunnen komen om de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Maar het zijn wel maatregelen die ook wel op iedereen van toepassing zouden moeten kunnen zijn. En een eerste is dat wij voorstander zijn van een collectieve arbeidsduurvermindering. En wij plakken daar 32 uur op. Maar we weten ook natuurlijk dat, hoe zegt men dat, Rome niet op één dag is gebouwd. Dus er zal de weg van de geleidelijkheid moeten bewandeld worden. Maar wij gaan uit van 32 uren om op die manier eigenlijk tot een echte 4 dagen werkweek te komen. En niet wat we in de arbeidsdeal hebben gezien, waar men een 4 dagen werkweek van telkens 9 à 10 uur heeft geforceerd. Daar kunnen we natuurlijk niet in meegaan, maar een echte 4 dagen week zou voor ons wel interessant zijn. En waarom breng ik dat toch ook hier? Is omdat, volgens ons is dat de manier om eigenlijk werk en privé meer in balans te laten komen. Dat is duidelijk vandaag niet het geval. We hebben daar verschillende indicatoren voor die duidelijk maken dat het moeilijk is om privé en werk te combineren. Meestal, of vaak, door de zorgtaken die opgenomen worden. En dat zijn dan vaak de vrouwen die opnemen. En het verschil, de mate waarin die opgenomen worden, die zorgtaken. Maar als we een veralgemeende 4 dagen week van 32 uur in het leven roepen, krijgt ook de man in het gezin de mogelijkheid om meer zorgtaken op te nemen. En kan die verdeling beter gebeuren. Als je ook kijkt wat de uitval is, het aantal mensen dat vandaag arbeidsongeschikt is, op de mutualiteit terechtkomt. Als je daar die cijfers bekijkt en die nog altijd stijgend zijn, moet dat toch een punt van aandacht zijn. Dat we naar meer werkbaar werk moeten gaan en moeten voorkomen dat mensen ziek worden van hun werk. Dus dat is één aspect. We koppelen daar ook aan de 5 weken verlof. De 4 weken optrekken naar 5 weken verlof. Met dezelfde argumentatie eigenlijk. Dus dat zijn twee elementen die we naar voren willen brengen. En daarnaast, alleen nog een belangrijk punt voor ons. We zien toch ook dat
om meer mensen naar die arbeidsmarkt te krijgen, is volgens ons een heel belangrijk punt dat we de lonen langs de onderkant omhoog trekken eigenlijk, om het ook inderdaad interessanter te maken dat mensen naar de arbeidsmarkt zouden komen. We zijn al een hele tijd mee bezig met de vraag om het minimumloon op te trekken. In het sociaal akkoord hebben we daar ook stappen gezet, maar dat is geen geheim dat wij vinden dat we daar nog een heel stuk verder moeten ingaan. En dat moet richting 17 euro gaan. We hebben ondertussen ook onze 14 euro geïndexeerd. Ze zitten ondertussen op 17 euro. Dus we moeten richting 17 euro gaan. En we gaan er ook vanuit dat eigenlijk het optrekken van het minimumloon er ook voor zorgt dat in de minder goed betaalde sectoren, en dat toch nog altijd vaak dan vrouwelijke sectoren zijn, zoals men dat dan uitdrukt, dat dat daar ook kan zorgen voor een element dat die lonen daar omhoog zouden kunnen gaan. En ja, ik ga ook niet te veel tijd in beslag nemen, dat ook anderen aan bod kunnen komen. Maar ik denk dat rond het luik thematische verloven, tijdskrediet, dat daar ook nog een weg af te leggen is. Dat die mogelijk moeten gemaakt, dat de uitkeringen daar voldoende hoog moeten zijn, zodanig dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Zeker ook voor alleenstaande personen met kinderen. Dus dat die thematische verloven uitgebreid en beter vergoed moeten worden. En dat is ook een heel belangrijk punt. En als laatste punt, vond ik het debat zo, maar de ministers zijn al vertrokken, denk ik. Zo gaat dat met ministers. Ze zijn al vertrokken. Maar wat mij zeer frappeerde was dat ik eigenlijk rond de kinderopvang, die toch zeer cruciaal is, dat ik daar de Vlaamse minister niet over gehoord heb. Ik heb wel veel andere dingen gehoord. Misschien een paar waar ik enthousiast kan over zijn, maar heel wat waar ik minder enthousiast kan over zijn. Maar ik vind het onbegrijpelijk dat aspect niet aan het naar voren is gebracht. Omdat dat, maar niet enkel voor Vlaanderen, voor ook de andere gewesten natuurlijk, maar dat toch een heel belangrijk element is om het mogelijk te maken dat vrouwen meer deelnemen aan het arbeidsproces. Ja, dan moet die kinderopvang goed geregeld zijn, ook op diverse uren geregeld zijn enzovoort. En dan moet daarin geïnvesteerd worden. En ik had die boodschap graag ook gehoord vanuit die Vlaamse regering, maar ik heb dat hier vandaag jammer genoeg niet gehoord. Dank u wel. Aan werkgeverszijde is het mevrouw Marie-Noël van der Hoven. Die gaat het standpunt van de werkgevers, als ik het zo mag zeggen, naar voren brengen over de uitdagingen op het vlak van arbeidstijd en gendergelijkheid. En u mag natuurlijk ook reageren op de suggesties die RAF zo net heeft gelanceerd. Merci. Bedankt. Ik zal het niet te lang hebben over wat ons verdeelt. Zoals de week van 4 dagen, van 32 uur. Ik zal het ook niet hebben over de verhoging van de lonen. Ik denk dat het constructiever is om te vinden wat ons samenbrengt en waar we samen oplossingen kunnen vinden. De oplossing vandaag is dat er twee soorten deeltijdse arbeid zijn. De gedwongen deeltijdse arbeid, de opgelegde arbeid. Daar zien we dat het redelijk gelijk is, man en vrouw, maar vrijwillig zien we veel meer vrouwen. We moeten echt rond de tafel gaan zitten en daarover spreken. Kunnen we niets doen voor de arbeidsduur? Kunnen we daar de reglementering niet aanpassen? Kunnen we de arbeidsduur niet aanpassen per individu? We moeten naar de organisatie van de arbeid kijken. Ik kijk bijvoorbeeld naar de distributie. Waarom is het zo in bepaalde winkels dat vrouwen voltijds werken, terwijl dat in andere winkels deeltijds is? In sommige winkels doen de vrouwen de kassa en de rayons, en in de andere winkels doen ze één van de twee. Dus we moeten echt per onderneming gaan kijken. In sommige sectoren zijn vrouwen overgerepresenteerd. En dat werd vanochtend ook gezegd. Dat het geen kwestie is van de organisatie van de werkgever.
Het is een organisatie, het is een kwestie van de organisatie van de samenleving. En daar wil ik toch een voorbeeldje van geven, van een persoonlijk voorbeeld. Ik ben ook loontrekkende. Ik heb 4 kinderen. En de grootouders zijn er niet meer. Dus toen ik nog geen kinderen had, werkte ik voor een Big Four bedrijf. Het ging heel goed, ik kon promotie maken en toen kreeg ik mijn eerste kind. En dan kwam de kwestie van de kinderopvang. En ik heb heel veel geluk gehad. Ik heb meteen een plaatsje gevonden bij de crèche. Maar dan waren de uren de problemen. Als het kind ziek was, dan begonnen de problemen eigenlijk. Dan gaat het kind naar school, top. Maar daar zijn er ook problemen. De opvang op school stopt om 5:30, 6:00. Dan moet je het kind gaan ophalen. En dan de woensdagnamiddag. En dan vraagt je kind of het op hockey mag. Maar dat zal niet gaan in de planning. Nee, de woensdagnamiddag blijf je bij de opvang. En dat is eigenlijk niet leuk. Dat verwijt hij me nu nog. Dus dan heb ik besloten om 4/5 te werken. Dan is er vakantie. Je denkt, vakantie is rust, is leuk, relaxed. Mijn kinderen gaan blij zijn. Maar de vakantie duurt, dat is wel 9 weken. En ik heb geen 9 weken verlof. En er zijn geen grootouders. En ik heb het hier over 4 kinderen. Hè. En dan vraag je niet aan je kinderen wat die graag zouden doen. Je kijkt naar de activiteit. Je kijkt wat er dicht bij huis is. Je kijkt of er een opvang is. En dan stuur je je kind daar naartoe. En die is natuurlijk niet blij, die huilt. En ik krijg nog altijd verwijten. En dat is nu eigenlijk het probleem. Opvang is echt cruciaal, dat is de essentie. Ja, de taken verdelen. Ja, we waren met 2, maar dan kan je het eigenlijk nog niet oplossen. Het is toch een heel complexe kwestie. Dus die opvang, interessante activiteiten moeten er zijn voor de kinderen. Het is jammer dat de ministers er niet meer zijn, maar dit is echt wel een probleem. Dan het verlof, ik zal daarmee afronden. Als we een betere rolverdeling willen hebben in de maatschappij, we hebben daar ook een onderzoek naar gevoerd bij het VBO, hoe kunnen we mannen aanmoedigen om verlof te nemen? Wat moedigt hen aan? En wat blijkt? Hen beter verlonen zou een incentive zijn. Want vrouwen hebben vaker een lager loon en daardoor zullen zij minder of niet meer werken. Maar wij hebben de middelen niet om al dit verlof te vergoeden. We zouden eigenlijk onze verlof moeten rationaliseren. We hebben tijdskrediet, ouderlijk verlof, onbetaald verlof. We hebben heel wat ontwikkeld, maar we moeten eigenlijk kijken of we dat niet kunnen rationaliseren en hoe we de beide ouders kunnen aanmoedigen om verlof te nemen. En inderdaad misschien hen beter vergoeden daarvoor, maar het aantal wel naar beneden halen. Ik denk dat ik aan mijn tijd zit. Ik kan nog heel lang doorgaan. Nog een interessant punt. We hebben helaas niet echt een goed idee van wat het resultaat zal zijn van deze conferentie. Ik kijk even naar het kabinet. Ik denk dat we pistes kunnen lanceren en dat er dan echt een dynamiek daaruit zal ontstaan. Ik zie bevestiging, dat is top. Voor ons is de prioriteit echt wel die hervorming van het verlof. Ten tweede, kinderopvang. Ten derde, de tijd nemen. Wij zullen dat doen ook. Dus de tijd nemen om aan tafel te gaan zitten en te luisteren naar de noden van de ondernemingen. Waarom is er onvrijwillige deeltijdse arbeid? Hoe kunnen we dat de situatie verbeteren? En toch ook rekening houden met de noden van de werkgever.
Dus rond de tafel gaan zitten en naar elkaar luisteren, naar elkaars noden luisteren en kijken hoe ver we daarin kunnen gaan om een compromis te vinden. Ik weet niet of u het er al over heeft gehad deze ochtend. Misschien hebben jullie het ook over de pensioenkloof gehad. En het is logisch dat we dit niet moeten oplossen door pensioenrechten te geven voor de inactieve periodes. Maar we moeten de arbeidstijd omhoog halen. Dus als je meer werkt, heb je een hoger pensioen. Werknemerszijde reageren van de dames die... Je crois que effectivement Marie-Noëlle m'a donné suffisamment de sujets sur lesquels... Ik denk dat ik heel veel onderwerpen heb gekregen van Marie-Noëlle om over door te gaan. Om het nog even over de loonkloof te hebben. Deze ochtend hebben we heel veel statistieken gekregen over de loonkloof. Bij ons zijn we het gewoon om als statistiek de referentie van 21% te nemen als loonkloof tussen man en vrouw. Meer dan 30% wat de pensioenen betreft. En als we dan kijken naar bijkomend pensioen, dan gaan we zelfs boven de 40%. En dat verbetert niet, het wordt net erger. Deze ochtend ging het over 10% loonkloof als we enkel naar bruto lonen keken. En daarom is het zo belangrijk om, om dit toch duidelijk aan te kaarten binnen bedrijven en binnen de sectoren. Bruto loon is één element, maar er zijn nog veel meer extra legale elementen. Andere elementen waarvan de vrouwen worden uitgesloten. En ik leg nu de bal in het kamp van de ondernemingen en de vakbonden. Maar ook de transparantie moet beter wat betreft de lonen. IGVM heeft ook een vaststelling meegegeven. Een onverwaarloosbaar deel van de loonkloof is veroorzaakt door de segregatie op de arbeidsmarkt. Vrouwen zijn vaker te werk gesteld in minder gevaloriseerde sectoren, worden ook minder betaald dan mannen. De COVID-crisis heeft dit duidelijk gemaakt. Vrouwen zijn vooral vertegenwoordigd in contactberoepen, zorgberoepen, hulpberoepen, kinderopvang. En deze sectoren worden minder gevaloriseerd in vergelijking met het belang voor de samenleving. En dit moet ook weerspiegeld worden in het loon, dus dat moet veranderen. Er is ook een nadruk op de loopbaan, maar we moeten die beroepen beter kunnen valoriseren en ook alles omhoog halen. Zeker in de sectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd worden. Ik wil het ook nog even hebben over het deeltijdswerk. Want het is toch ook wel een belangrijke factor in de loonongelijkheid, pensioenongelijkheid. En dat is niet alles. Als we deeltijds werken en we zijn arbeidsongeschikt, dan heeft dat ook een impact op het pensioen later. Dus deeltijds werk is nefast voor de participatie van vrouwen op verschillende niveaus. Ik ga ermee akkoord dat de maatschappij bepaalde keuzes moet maken, dat we moeten investeren in de kinderopvang, opvang van zieke kinderen, naschoolse opvang.
moeten echt een allesomvattende aanpak aangaan. En we moeten alle niveaus van alle machtsniveaus aanpakken om zo de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt omhoog te krijgen. En dan kom ik bij verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van de sectoren, van de werkgevers. Mensen die zich gedwongen voelen om deeltijds te werken of zij die zich niet gedwongen voelen, moeten toch de vraag stellen: waarom is er zoveel deeltijds werk? Heeft dat een verband met penibiliteit, met het gezinssituatie, professionele situatie? De regering heeft al maatregelen genomen om uitkeringen naar beneden te halen, zoals het tijdskrediet, om het ook moeilijker te maken om toegang te krijgen tot tijdskrediet. Er wordt ons verteld dat de loopbaan langer zal duren in bepaalde sectoren en we vragen ons nu al af hoe zullen we 65 jaar halen en dan met een goede gezondheid. Dus tijdens de hele loopbaan, op het moment van het pensioen, tijdskrediet, einde van de loopbaan. De werkgever moet op al die momenten rekening houden met de deeltijdse arbeid en de geassimileerde periodes. Wanneer het bedrag van het pensioen bepaald wordt. We moeten nadenken over een nieuwe norm, een nieuwe arbeidstijdnorm. Bedankt. Dank u wel. Ik besef nu dat ik u niet heb voorgesteld. Ja, het staat hier opgeschreven. Anne Leonard van het ACV. En als ik het goed voor heb... Van Agoria reageren op de ideeën rond de loonkloof. Of hoe jullie vanuit werkgeverszijde kijken naar het reduceren van de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Ja. Ik denk dat we vandaag gehoord hebben, er zijn verschillende procenten of cijfers gevallen. Als je kijkt naar het gemiddeld bruto jaarloon, 5% was dat in 2021, de loonkloof. En als we kijken naar de afgelopen 10 jaar, met de wet van 2012, die al een reeks interprofessionele, sectorale en bedrijfsspecifieke maatregelen geïntroduceerd heeft in België, dan zien we dat die maatregelen wel hun vruchten hebben afgeworpen in die zin dat de loonkloof de afgelopen 10 jaar is verminderd. Nu, er zijn een hele hoop oorzaken van die loonkloof dat we vandaag de dag gehoord hebben. Vrouwen hebben veel vaker deeltijdse jobs. Of ze zijn te vinden in jobs die minder goed betaald worden of in sectoren waar dat er een oververtegenwoordiging is van vrouwen. Ik denk dat er ook nog heel veel stereotypen bestaan ten opzichte van studies, van jobs, van sectoren. Dat we daar als federaties ook nog wel ons werk te doen hebben. Dan specifiek als ik kijk naar de Agoria-sector van de technologiebedrijven... Zijn er heel weinig vrouwen die een stemrichting kiezen? Hebben wij ook heel weinig vrouwen die aan de slag zijn in technische functies binnen onze bedrijven? Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te zeggen dat onze werkgevers daaraan werken. En in vergelijking met andere Europese landen, dat België daar wel de nodige stappen in neemt. Nu, ik denk dat het belangrijk is, zoals we van Claire gehoord hebben, dat we een sectorapproach aanpakken, dat we echt gaan kijken per sector van wat is er aan de hand, wat is het aantal vrouwen in de sector, wat is het aantal vrouwen in leidinggevende functies. Hè? Want we zien ook dat die loonkloof toeneemt naarmate dat de vrouwen... ouder worden en ze hebben minder kans of er zijn minder vrouwen terug te vinden in leidinggevende functies. En daar hebben wij als sector ook wel een prioriteit van gemaakt in die zin dat wij binnen onze duurzaamheidsstrategie bijvoorbeeld specifieke engagementen hebben genomen om een jaar op jaar verbetering te hebben van mannen en vrouwen, van vrouwen in onze sector. En dat wij ook het aantal vrouwen in leidinggevende functies tussen nu en 2030 willen verhogen naar 25%. We hebben daarvoor een survey gedaan dit jaar. Wij zitten momenteel aan 19% vrouwen in leidinggevende functies. Maar dat heeft eigenlijk
Eigenlijk hangt dat allemaal samen binnen het groter kader van werken aan inclusieve bedrijfsculturen. Ervoor zorgen dat onze bedrijven aantrekkelijk zijn en dat ze... En dat vrouwen ook blijven werken in onze sectoren, in onze sector. Dus op dat vlak gaat het belangrijk zijn om bedrijven ook te begeleiden in het nemen van die stappen. Als we dan specifiek gaan kijken naar de nieuwe regelgeving rond transparantie van lonen, ja, dan denk ik dat er toch wel wat werkgevers bezorgd zijn over de administratieve lasten dat met zich gaan meebrengen. En vooral als we dan zien dat we vanaf 100 medewerkers binnen een bedrijf, dat er aan rapportering moet gedaan worden. En daar denk ik dat de werkgeversfederaties ook wel vragende partij zijn om eerst een grondige impactanalyse te doen en niet zozeer te overhaasten om te zien van welke invloed gaat dat hebben als we dat omzetten naar Belgische wetgeving. Oké, dank u wel. Wil nog iemand van de werkgeverszijde daar iets op aansluiten rond de loonkloof? Niet meteen. Dan stel ik voor dat we naar het volgende thema gaan, tenzij een van u nog wilt over de loonkloof tussenkomen. Niet meteen. Je voulais juste... Ja, ik wou nog zeggen dat we moeten kijken naar die wet over transparantie van de lonen. Die gaat inderdaad omgezet worden. Ik verwijs hier naar het Europees Vakverbond. Het vakverbond heeft berekend dat een laat-tijdige omzetting van die richtlijn over de transparantie van de lonen een loonverlies zou kunnen betekenen van meer dan 2000 euro voor vrouwen. Dus een verlies van meer dan 9000 euro tot in 2026. Dus de einddatum voor de omzetting van die richtlijn. Incentive. Ik vind dat ook. Goed. Als ik mag, misschien een keer een link maken van verschillende dingen die hier gezegd zijn, zowel het deeltijdswerken en dan ook loonkloof, maar vooral naar pensioenkloof. We moeten een beetje ophouden, denk ik, in ons beleid om te veel in hokjes te gaan nadenken over zaken wat betreft vrouwen op de arbeid en een keer veel meer de zaken in zijn globaliteit te zien. En wat bedoel ik daar nu mee? Deeltijdse arbeid, goed, wat willen we daarmee doen vanuit het beleid? Vinden we dat oké? Vinden we dat niet oké? Dat is een manier voor vele vrouwen om inderdaad aan die arbeidsmarkt te participeren. Maar dan moet je de lijn doortrekken. En wanneer dat men dan een pensioenbeleid voert en men neemt pensioenmaatregelen onder het mom van pensioenhervorming, maar men gaat daar dan gaan focussen op... wanneer gaan vrouwen toegang hebben tot het minimumpensioen? Welke loopbanen gaat men in aanmerking nemen? Wat doet men met gelijkgestelde periodes? Ja, dat moet men aan elkaar gaan zien. En men kan niet op het ene vlak zeggen... Oké, deeltijdse arbeid voor vrouwen, het is een middel om vele vrouwen tot op die arbeidsmarkt te krijgen. Maar dan op andere beleidsvlakken die lijn niet doortrekken. En dat vind ik dikwijls een beetje een gemis. We hebben hier, ik heb dat al lang gezegd, de werkgelegenheidsconferenties. En dan hebben we heel de pensioendiscussies. Ik heb heel vaak gepleit, koppel die twee toch een keer. Laat ons en over de werkstelling van vrouwen dan in dit geval praten. Maar zie dat niet los van een consequent pensioenbeleid. En dat mis ik een beetje, nog altijd moet ik zeggen, in het huidige beleid. Misschien toch eerst overgaan naar gezondheid op het werk. Dat is ook, als ik het goed begrepen heb, Sabine, het thema waarop dat jij ging tussenkomen. Ja. Het is een zeer breed thema. Dus ik weet niet of het mogelijk is om daar wat punten uit te halen die vandaag aan bod gekomen zijn of juist niet aan bod gekomen zijn en het hadden moeten zijn. Maar inderdaad, vrouwen en arbeidsmarkt... Het zou heel jammer zijn moesten we het hier niet hebben inderdaad over welzijn. En hoe gaat het nu met die vrouwen op de werkplaats? Hoe stellen vrouwen het op de werkplaats? Anders dan mannen,
wel anders dan mannen, niet anders dan mannen. We hebben daar straks het cijfer gehoord van de langdurige zieken. Dat is dus enorm. We zien ook in die cijfers dat het aandeel van vrouwen daar zeker de laatste 10 jaar enorm is vooruitgegaan. Nu, hoe werken we daaraan? En ik denk dat er een grote preventieve aanpak nodig is, maar dit zeer kort bij het werkgebeuren. En ook gaan kijken naar de specifieke omstandigheden van de werkplaats. En dan kom je volgens mij zeer snel uit en kan je niet anders dan dit sectorgebonden gaan bekijken en nadien zelfs op het bedrijf. En dan kom ik nog uit bij het sociaal overleg. Op eerste instantie op niveau van het paritair comité. De bouwsector, want daar zijn ook vrouwen te werk gesteld, is iets anders dan de banksector en is nog iets anders dan een ziekenhuis. Dus zeker op sectorvlak, laat daar door de sociale partners kijken wat kunnen we hier preventief doen. Maar ga ook verder en doe dat op bedrijfsvlak. We hebben een comité preventie en bescherming op het werk. Ik denk dat daar mooie taken zijn weggelegd om dit te doen. En je moet daar... Vroeger heb ik hier nog meegewerkt met het instituut en dan ging het over seksneutrale functieclassificatie, hè, waar dat we helemaal gingen analyseren van wat is een functie en wat zijn taken dat mannen en vrouwen doen en die gaan we, hoe gaan we die valoriseren. Ik probeer dat hier ook een beetje toe te passen van wat is zwaar werk? Als we zo zeggen van, oh, moet ik kijken, die arbeider die moet 50 keer per dag 80 kilo metaal naar boven sleuren. Daar moeten we toch wel maatregelen voor nemen. En wat met de verpleegster die 80 keer personen uit een bed moet tillen, et cetera. Dus daar moeten ook die gepaste maatregelen zeer sectorgebonden gebeuren. En dat kan je in het bedrijf ook andere zaken, burn-out. We leren dat er zijn totale andere triggers die een burn-out bij mannen inciteren dan dat dat bij vrouwen inciteert. Maar laat ons die analyses doen op het bedrijfsvlak. Laat ons dat bij sociale partners plannen uitwerken. En dan denk ik dat we daar al een heel eind mee opschieten. Een ander aspect in het kader van welzijn, en ik ben blij dat vanmorgen mevrouw Shidi King van de ILO het er even heeft over gehad, misschien niet genoeg, en ik wil dat toch nog eens in de verf zetten, dat is ook geweld op de werkplaats. We mogen dat niet onderschatten. En ik wil een zeer rijke, leuke ervaring met jullie delen. Ik had de eer en het genoegen om deel uit te maken van de Belgische delegatie in de ILO, waar dat we dus over 2 jaar gediscuteerd hebben. En dat was mooi, want daar hebben we tripartiet, overheden, werkgevers, vakbonden, over heel de wereld, zijn we gekomen tot onze conventie 190. Goed, dat was een memorabel moment. En ik moet zeggen, men is in de zaal... Men was heel blij met de Belgische delegatie. En iedereen, en zeker hier de overheid, proficiat, want we hebben daar mensen meegetrokken. En dat is leuk. Achteraf natuurlijk was mijn vrolijkheid iets minder als ik gezien heb hoe lang dat België erover gedaan heeft om dat te ratificeren. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar nu staan we daar. Maar ik denk nu werkelijk waar dat het werk niet af is. Hè? Na ratificatie. Je kunt zijn, oh, maar België staat er toch goed voor. Wij hebben allemaal wetten die geweld verbieden en uitbannen. Maar in die conventie staat heel veel. En nu kom ik terug naar dat welzijn op het werk. Hè. Van, hoe ga je preventief te werk om dat op te sporen? Hoe vang je vrouwen op? Mannen ook, maar vooral vrouwen, want blijkt toch dat vooral vrouwen zijn. Hoe vang je die op? Maar ook bijvoorbeeld, durven wij zaken aanraken van hoe gaan we om met een dader? Gaan we dat alleen slachtoffersgewijs benaderen, maar durven wij ook kijken wat doen we met mensen die het gepleegd hebben in het bedrijf? Zijn we daar klaar voor? Heel het luik over recht op onttrekking en recht op terugtrekking. Vrouwen die slachtoffer zijn van het geweld, hebben volgens de conventie recht om zich terug te trekken uit de gewelddadige omgeving. Waar staan we daarmee? Doen we dat? Kunnen we dat? Dus daar is denk ik nog heel wat werk te doen. En als ik af, en dan sluit ik af. Ik heb hier gehoord dat er oproepen werden gedaan voor concrete zaken na deze dag. Wel, ik heb een mooi voorstel voor ons allemaal.
werkgevers, overheid, werknemers. Laat ons 25 november een keer samen uitroepen als dag van de zero tolerance voor wat betreft geweld op de werkvloer. Dank u wel. Ook zeker voor de heel concrete suggestie. Dat is altijd heel inspirerend om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Nu, ik vermoed dat de werkgevers ook bezorgd zijn over het fenomeen van de toenemende burn-out en waarschijnlijk evenzeer op de hoogte zijn van het feit dat vrouwen een bijzondere kwetsbaarheid lijken te vertonen op dat vlak. Dus ik ben zeer benieuwd naar jullie aanbevelingen of denkpistes rond thema's zoals burn-out of breder geweld en seksisme op de werkvloer. Dank u wel. Misschien voor de mensen die mij niet kennen, ben Charlotte de Mont, juridisch adviseur bij Unisoc. En voor de mensen die Unisoc niet kennen, dat is de Unie voor Social Profit Ondernemingen in België. En voor ons was deze dag misschien een beetje anders, want zoals jullie weten is social profit, zijn vrouwen daar zeer goed in vertegenwoordigd. 75% van de werknemers in de social profit zijn vrouwen. Dus wij keken een beetje, misschien met een andere bril, naar deze conferentie. Ook al zijn er uiteraard ook de nodige uitdagingen in de social profit. Want er zijn heel veel vrouwen, maar op welk vlak situeren die zich? Op de werkvloer, hiërarchie en zo verder. Dus dat is zeker een bezorgdheid, ook voor de werkgevers bij ons, om naar te kijken. Ik heb een aantal puntjes genoteerd. En het eerste was het langdurig zieken. Dat is iets waar ik toch een lans wil breken voor de werken van de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Omdat daar een grote aandacht voor is, voor die langdurig zieken, voor die risico's op het werk die daaraan verbonden zijn. En ik denk daar bijvoorbeeld bij de pilootprojecten van de NAR, waar dan naar burn-out wordt gekeken, waar dat eraan preventie en werkbaarheid en bevlogenheid van het werk wordt gekeken. Dus daar hebben de sociale partners alvast samen de handen in elkaar geslagen om daar iets aan te doen met die projecten. Ook in het kader van welzijn zou ik kunnen spreken over die collectieve arbeidsduurvermindering. Dat lijkt ons ook daar in dat kader een puntje om aan te raken. Maar dat vinden wij in het algemeen, om te zeggen, algemeen collectieve arbeidsduurvermindering niet de oplossing. Veel belangrijker lijkt het ons om te gaan kijken wat de werknemer nodig heeft. En niet per se te zeggen een collectieve vermindering van de arbeidsduur is de oplossing voor een betere balans werk en privé. Daar zijn een aantal puntjes waarvan wij denken bij een collectieve arbeidsduurvermindering die door dat algemeen in te stellen een negatieve impact zou kunnen hebben op de werkvloer. Denk maar over het samenwerken met collega's dat niet zomaar opeens kan opgelost, dat een extra moeilijkheid kan zijn. Eventueel ook opleidingsmogelijkheden. En het belangrijkste lijkt me echt wel dat niet iedereen per se daar een nood heeft. Ik denk dat het veel belangrijker is naar te kijken wat een werknemer nodig heeft, wat een werkgever ook nodig heeft in die situatie. Een derde puntje, het is al eens aangeraakt door mijn collega's, maar iets dat ik zelf heel belangrijk vind en dat zeker ook past in het kader van het welzijn, is de hervorming van de verlofstelsels. Dat is voor ons een heel belangrijk punt als werkgevers. We hebben daar een uitgebreid voorstel gedaan in de Nationale Arbeidsraad, omdat wij ook vinden dat die verlofstelsels heel uitgespreid zijn. Het is niet allemaal zo duidelijk, niet voor de werkgever, niet voor de werknemer. Wat is er allemaal mogelijk? En dat uitgebreid plan dat we hebben voorgesteld staat op basis van 5 punten, een aantal. Eenvoudig transparant. Genderneutraliteit is daarbij ook superbelangrijk, want dat is een van de redenen waarom dat we het ook hebben voorgesteld, omdat we ook zien, de vrouwen nemen het meer op dan de mannen, dus we zijn gaan kijken hoe kunnen we dat, ervoor zorgen dat dat meer of in elk geval genderneutraal wordt opgenomen. Een budgetair evenwicht is ook uiteraard heel belangrijk voor de werkgevers. En we willen hier de gelijke opname stimuleren. En dat is onder andere, en dat punt is al eens aangehaald, geloof ik, door de vergoeding
In het geval van zo'n verlof is iets dat er helaas voor zorgt dat het niet gelijk wordt opgenomen. Dus daar willen we zeker naar kijken. Ook naar de opnamemogelijkheden van beide partners. Niet per se altijd vrouw en man, uiteraard. En een laatste punt in die hervorming van de verlofstelsels. Want ik ga niet heel het voorstel hier uit de doeken doen. We willen graag het sociaal overleg in de NAR alle kansen geven. En de vakbonden alle kansen geven om daar hun standpunt in kenbaar te maken. Het laatste punt daarin is die kinderopvang. En als social profit natuurlijk. Het is een hot topic, kinderopvang in België en zeker in Vlaanderen. Maar wij vinden dat uiteraard ook superbelangrijk dat dat goed loopt. Dat daar genoeg budget voor voorzien is. Dat daar voldoende personeel van kan worden aangeworven. En ook dat kadert in die hervorming van de verlofstelsels. Want wij geloven ook dat die goede, niet-commerciële kinderopvang voor iedereen beschikbaar moet zijn, zodat beide partners niet alleen verlof indien nodig kunnen opnemen, maar ook gewoon kunnen gaan werken. Een vierde puntje daarin, naar aanleiding van vandaag, vond ik het voorstel of het plan van Constructief zeer interessant, ook wat betreft dat wel, wat betreft welzijn, is die werkomgeving aanpassen. Aan vrouwen, dat is iets minder dan, heb ik het iets minder over social profit, maar in het algemeen het idee dat niet alles, en zeker als het een heel mannelijke sector is, dat soms heel moeilijk is voor vrouwen om daarin te kunnen werken. Niet alleen daarin te kunnen stappen, maar ook het werk zelf te kunnen uitvoeren, vond ik in het kader van het welzijn heel interessant. En dan is dat ook omdat bijvoorbeeld Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk daar ook al heel wat aanbevelingen en informatie over verspreid heeft. Dat waren vier belangrijke puntjes. Er waren nog een paar puntjes die ik graag wilde meegeven. Omdat over social profit is er heel veel gezegd vandaag. Omdat dat natuurlijk een heel vrouwelijke sector is ook. Dat wordt dan wel eens afgezet tegen mannelijke sectoren. En dan ook over die lonen. Maar daarbij wil ik wel graag toch de opmerking maken. Dat gaat over gesubsidieerde sectoren. Daar valt niet zomaar te kiezen loongewijs. En daar mag ook wel een beetje rekening mee gehouden worden, vinden wij. Dat allemaal niet zo eenvoudig is. Maar uiteraard zijn we daar ook grote voorstander van de correcte verloning. En het belang van de social profit daarbij. Het is een heel vrouwelijke sector en die gaat ook nog heel sterk groeien. Als we kijken naar de tendens voor de volgende jaren, is vooral dan de zorg en welzijn, zijn dat sectoren in volle groei. En daar lijkt het ons uiteraard ook belangrijk om dan een omgekeerde beweging te maken en daar mannen ook voor warm te maken. Want het is een heel vrouwelijke sector. Hoe komt het? Daar zijn ongetwijfeld heel veel sociologische argumenten voor. Daar ben ik iets minder in onderbouwd. Maar dat wil niet zeggen dat we daar natuurlijk niet moeten proberen daar het evenwicht in de andere richting te brengen en meer mannen aan te trekken naar onze sectoren ook. Uiteraard heel graag. Dank u wel. Ik denk dat dat een heel belangrijke opmerking was. Er is vandaag niet zo heel veel gezegd over mannen en de rol van mannen. En we hebben nog een heel klein beetje tijd, dus ik wou misschien vragen of jullie nog een aanvulling zouden hebben waar mannen meer in beeld moeten komen in deze problematiek als bondgenoot of als rechtstreeks betrokkenen. Want ik denk dat er misschien ook wat weinig aandacht is geweest voor een problematiek waar wij bij het instituut wel mee geconfronteerd worden, namelijk stereotypen ten aanzien van mannen en hoe zij ook slachtoffer worden van discriminatie. Ik maak absoluut. Ik heb zelf het voorbeeld meegemaakt thuis. Het is nu al wel een tijdje terug, maar toch. Mijn man ging vragen voor ouderschapsverlof, dus in de banksector. Dan was het antwoord, en waarom doet uw vrouw dat niet? Maar verder, ook zijn collega's. Hè? De mannelijke collega's van wat is dat hier nu, wat ga jij nu doen en zo. Dus allez, het is werkelijk een mentaliteit. En ik zie gelukkig een verandering, hè, dat mannen het ook wel durven doen. Het is raar dat ik het zo moet zeggen, maar het komt daar eigenlijk ook wel op neer.
En dat klopt, als we het over gender issues hebben, moeten we mannen meer betrekken. In mijn vakbond noemt onze genderwerking women. W-O is gelijk aan M-E-N, women. Omdat wij denken, en ook in de bedrijven, onze militanten, onze vakbondsafgevaardigden, mannen moeten mee betrokken worden in deze onderwerpen. Maar het geldt langs twee kanten. Vrouwen mogen daar de mannen niet uitsluiten, want het is effectief niet alleen hun onderwerp. En mannen, dat is het laatste dat ik erover zeg, zijn ook vragende partij voor ouderschapsverlof en dergelijke. Maar de mentaliteiten daar rond, we zijn er nog niet vandaag, denk ik. C'est vrai qu'on en a pas parlé ici. We hebben dit vandaag niet aangehaald in het panel, maar in de loop van de dag is het wel aan bod gekomen. Het geboorteverlof, dus het toenmalige vaderschapsverlof, is opgetrokken naar 20 dagen. Voor ons kan het nog verder opgetrokken worden. We zien dat het belangrijk is dat de man van bij de geboorte van het kind zijn rol kan spelen in de zorgtaken, de huishoudelijke taken. En de man moet dat vaderschapsverlof verplicht nemen. We moeten ervoor zorgen dat vaders dat verlof wel degelijk nemen. Als we over mannen gaan praten, kan ik misschien. Maar ik denk, onze algemeen secretaris Miranda Ulis zegt steeds: iedere socialist is ook een feminist. En ik denk dat dat juist is. En dus misschien moet ik daarbij zeggen: dan iedere echte socialist is ook feminist. Ik denk dat dat. De logica zelf is dat dat een gedeelde strijd is. Die mannen en vrouwen samen moeten proberen te doen. Ook een stuk mijn aanwezigheid hier vandaag, ik kader daar ook in. Voor ons als organisatie. Diversiteit in dit panel. Ja, het is een zware last om te dragen, maar ik doe mijn best. In alle ernst, ik denk dat dat inderdaad ook nodig is. Want het is allemaal. Het is natuurlijk niet zo onschuldig als je ziet dat het heel moeilijk blijkbaar is om bijvoorbeeld in die directiecomité's die doorbraak te realiseren. Dat dat ook 50-50 zou zijn. In sommige sectoren kan dat niet, dat weet ik ook wel. Maar als je het was hier nu het voorbeeld vandaag in de financiële sector waar het 50-50 start, is er geen reden waarom dat dan 20 jaar later plots 25 of nog minder, het was 20% is in plaats van 50%. Dan denk ik dat er bij de mannen die daar zitten in die directiecomité's echt een bewustzijn moet gecreëerd worden dat men bij het selecteren niet gewoon een projectie van zichzelf maakt en hetzelfde nog eens een keer kiest eigenlijk. Want dat is wat vaak gebeurt. Ons kent ons op die momenten. En men kiest eigenlijk voor een evenbeeld om de opvolging te regelen eigenlijk. Dus ik denk dat daar in alle organisaties, ik wil de financiële sector zeker niet viseren, maar in alle organisaties wel wat werk aan de winkel is. En om toch nog een steen te werpen in het water zo, voor wat rimpeling te veroorzaken. Voor ons kunnen daar quotas ook hun werk doen. Dat is soms nodig. Zijn we echt voorstander van quotas? Nee, niemand is daar echt voorstander van. Maar om sommige problemen echt opgelost te krijgen, kan dat tijdelijk nodig zijn. Dat je zegt van, we zetten daar ook quotas op. We zien dat in de raden van bestuur, dat het voor een stuk wel werkt eigenlijk. Dus ik denk dat we misschien dat moeten overwegen om die weg in te slaan eigenlijk. Ik wil gewoon ter illustratie, want iedereen praat, sommigen praten hier over hun eigen situatie, toch meegeven dat binnen het ABVV, ons federaalsecretariaat, dat is een hoge instantie bij ons, 4 vrouwen en 3 mannen. Dus ik denk, daar hebben wij ons werk gedaan. Maar niet alles is in orde bij ons, hoor, want we hebben ook andere instanties waar het veel minder goed is. Dus daar is zeker ook nog werk aan de winkel. Maar er zijn lichtpuntjes. Ja. Misschien toch ook nog even naar de werkgeverszijde. Is dat een thematiek die bij jullie vaak ter sprake komt, de rol van mannen en hoe werkgevers daar beter kunnen op inspelen? Het is effectief een thematiek. Die thematiek leeft inderdaad bij ons. We hebben er al over gepraat, maar we zullen dat nog moeten doen. Dus over het verlof. Ik weet niet of het Sabine of Anne was die het zei. Maar het
Het ouderschap is een belangrijk element in de uitbouw van de loopbaan. En als de man niet genoeg betrokken wordt bij de huishoudelijke taken, dan is het vaak logisch dat de vrouw die al 3 maanden lang alles heeft gedaan tijdens het moederschapsverlof, alles blijft doen. Dus wij zijn niet tegen het verlengen van het vaderschapsverlof, maar we willen niet dat dat on top komt van al het andere verlof. Laten we eens kijken naar andere landen. Die geven meer zorgverlof enkel als een deel van dat verlof genomen wordt door de tweede ouder. En hierdoor moeten gezinnen echt opnieuw nadenken over de herverdeling van de taken. Als we naar de cijfers kijken van de ONM, dan zien we dat mannen meer verlof nemen voor zorg dan vrouwen. Er zijn altijd veel mannen in het verlofsysteem, vooral voor tijdskrediet. Maar we zien ook voor het zorgverlof dat er een evolutie is. Maar als we naar de cijfers kijken van de coronaperiode, dan zijn het de vrouwen die coronaverlof hebben genomen. Dus wat kunnen we nog doen? We moeten de mentaliteiten veranderen. Maar de tools zijn er al. De tools zijn er voor mannen en vrouwen. En bedrijven reageren er steeds beter op wanneer een mannelijke werknemer verlof vraagt. Het tegenstelde zal ook wel nog bestaan, maar ik hoor toch veel positieve verhalen. En ook de vrouw moet hier een rol op zich nemen, want jarenlang werd het ons ingeprent dat vrouwen bepaalde taken op zich moesten nemen. En de vrouw heeft zich misschien wat laten doen, dat is hard uitgedrukt, maar ook wij hebben een evolutie door te maken. En ik wil nog een anekdote meegeven. Een van mijn kinderen, mijn zoon, studeert om verpleegkundige te worden. En dankzij de nieuwe technologieën wordt dat een steeds lichtere baan. We hadden het daarnet over de zware kant van het werk, maar hij vertelt mij dat het toch echt fenomenaal is wat de technologie allemaal kan. Dus we hebben heel veel mensen nodig die zich lanceren in de stemrichtingen, die tools kunnen ontwikkelen voor ons om die banen lichter te maken. De vrouwelijke CEO's en onderneemsters van techbedrijven in België, dat de nummer 1 sector waarin dat zij hun bedrijf ontwikkelen, is in de healthcare. Dus dat is er zeker. Nu, ik denk dat Doffies voor alle zaken die hier vandaag aan bod zijn gekomen, dat nu gaat over arbeidsduur, over deeltijdswerk, over de loonkloof, over meer vrouwen in leidinggevende functies, dat een inclusieve benadering sowieso de oplossing is. Ik vind het een beetje spijtig dat we op een dag zoals vandaag, dat het gaat over participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, dat er maar heel weinig mannen aanwezig zijn in de zaal en op het podium ook. Ik denk ongeveer 1/4. En ik denk, op dat vlak wordt dat nogal vaak bezien als een probleem van vrouwen, dat vrouwen moeten oplossen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is een economisch probleem. Dat is een probleem waaraan dat iedereen moet werken. En ik denk dat het belangrijk is om die drempels te identificeren en dat we die kunnen wegnemen voor iedereen die ondervertegenwoordigd is in een bedrijf of in een sector. Maar ik denk dat er zeker ook plaats is voor mannelijke rol. Modellen. En dat we die misschien, de papa's die ouderschapsverlof nemen, waarom niet, dat we die naar voren brengen binnen bedrijven, de male allies, dat we die verhalen ook delen, zodat dat een gedeelde verantwoordelijkheid wordt om die ondervertegenwoordiging weg te werken. Dank u wel. Misschien het laatste woord aan jou, Charlotte. Nog één bedenking. Ik weet niet of het al gebeurt. Ik hoor heel veel in media over vrouwen, jonge vrouwen. Ik heb het over scholieren. Geïnteresseerd maken in STEM, wat een supergoeie evolutie is. Maar misschien, mocht het nog niet gebeuren, dat ook andersom doen. En dat is mannen, jonge mannen, geïnteresseerd maken in zorg, zorgberoepen. Want daar begint het ook wel, denk ik, op school. Niet alleen richting de STEM, maar zodat in alle sectoren een betere verdeling in beide kanten kan zijn. Want de meerwaarde van
diversiteit op de werkvloer is geweldig, hè? Ook in het is een heel vrouwelijke sector, maar ik ben er 100% van overtuigd dat mannen of eender wie, hè, moet breder dan alleen mannen en vrouwen kijken, eender wie een grote meerwaarde kan zijn. En dan spreek ik voor onze sectoren, maar dat is ongetwijfeld ook in andere sectoren. Ja, voilà. Oké. Dank u wel. Daarmee zijn we min of meer aan het einde van deze derde werkgelegenheidsconferentie gekomen. Donc on est arrivé à la fin de cette troisième. We zijn bijna aan het einde van de derde werkgelegenheidsconferentie. Ik zou toch enkele conclusies willen formuleren. Gehoord hebben is dat, en dat we dat niet mogen vergeten, dat we anno 2023 ook op heel veel vlakken al heel veel goede resultaten hebben geboekt. De situatie van vrouwen van vandaag is anders dan die van hun moeders, van hun grootmoeders of hun overgrootmoeders. En dat is een goede zaak. Wat een verontrustend is, en dat zien wij op verschillende vlakken in de thema's die hier vandaag aan bod gekomen zijn, is dat er een stagnatie lijkt te gebeuren. Wat ons eigenlijk op het spoor gebracht heeft, en dat is er denk ik zeker in dit gesprek, maar doorheen de loop van de dag wel verschillende keren aan bod gekomen. Die stagnatie betekent, naar mijn bescheiden mening, dat het laaghangend fruit geplukt is. Dus de eenvoudige maatregelen die we voor de hele samenleving kunnen naar voren schuiven als oplossingen die ons heel veel vooruitgang gaan opleveren, die zijn er nog. Maar wat we echt nodig hebben, denk ik, is een aanpak op maat. En bij die aanpak op maat zou ik, en dat is hier ook al verschillende keren aan bod gekomen, willen meegeven dat het heel belangrijk is om te beseffen dat de vrouw niet bestaat. Dat is hier uitdrukkelijk gezegd. We moeten intersectioneel denken. We moeten goed op de hoogte zijn van de positie van allerlei subgroepen van vrouwen op de arbeidsmarkt. En ik heb mij dat gepermitteerd in mijn laatste vraag aan de huidige panelleden. Ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat er mannen zijn, dat dat onze medestanders kunnen zijn of zouden moeten zijn, dat we dit samen moeten proberen tot een goed einde te brengen. En dat dat allemaal gaat moeten gebeuren vanuit, en ik permitteer mij een woord dat erg klassiek is in de aanpak van geweld, waar ik zelf niet zo van hou, maar het werkt wel, vanuit een holistische aanpak, waarbij dat je eigenlijk de betrokkenen, de personen waarvoor je beleid voert, centraal zet en vanuit hun standpunt nadenkt welk beleid hebben zij nodig om tot die gendergelijkheid te kunnen komen. En dan kom je heel snel uit bij een complex geheel van bevoegdheden in onze Belgische staat, hè, waarbij het heel duidelijk is dat ook de regionale regeringen en de federale regering allemaal samen rond deze thematiek moeten werken. En dat daarbij natuurlijk de sociale partners cruciaal zijn om op sectorniveau tot meer gendergelijkheid te komen. En daarmee wil ik u graag heel erg hartelijk bedanken voor uw volgehouden, voor uw aanwezigheid en uw volgehouden aandacht hier in de zaal. En voor de mensen die online volgen, natuurlijk ook online. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de mensen van de FOTWAZO heel hartelijk te bedanken voor de ongelooflijke organisatie. Er is technisch werkelijk niets fout gelopen. Dat is uniek, denk ik. Dus Geert, u heeft een topteam. Dank u wel. Dank u, Geert. Voilà. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u wel. En dan mag ik u nu laten vertrekken, denk ik.